De beste in bed. Waarom zijn jullie met z'n drietjes gaan wonen? Zouden jullie een relatie kunnen nemen met tussen haakjes onbekende meiden? Wie regelt er de meeste vrouwen op het moment? Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag geen vlog of een brugklasvideo, maar vandaag een Q&A met de mannen. Met de mannen, ja. Sowieso. Proost. Sorry, gaan we proosten dan? Ja, het is weekend, jongens. Het is weekend. Hey, proosten. Jongens, even voor de duidelijkheid, het is vandaag donderdag. Het is nog helemaal geen weekend. Maar voor ons, maar is, wel donderdag, voor ons is donderdag een echte weekenddag. Ja, het is wel het begin van het weekend, jongens. Meestal wel. Wij gingen altijd op donderdag uit en nu de clubs weer dicht zijn, hebben wij wel heel erg het gevoel dat donderdag nog steeds een weekenddag is. En op vrijdag doen we gewoon ja, een beetje uitbakken misschien. Op zaterdag zijn we lekker fit en op zondag zijn we ook fit. Dus ja, maandag per de week gewoon goed. Ja, dus ja. Eigenlijk starten wij gewoon op donderdag, is ons weekenddag. Maar goed, dit moet natuurlijk helemaal niemand. Dit weet iedereen al trouwens. Iedereen weet het al, weet je. En als je mij volgt op Insta, elke donderdag is het raak. Ik heb op Instagram een polletje neergezet waar jullie vragen konden achterlaten voor ons drieën. Dilemmaatjes, wie zou eerder dit, wie zou eerder dat. En gewoon andere leuke vragen. Ik heb al een paar uitgekozen en er waren heel veel leuke vragen binnengekomen. Dus we gaan ze beantwoorden. Hoe lang wonen jullie nu eigenlijk al samen? Maandje. Anderhalve maand, jongens. Anderhalve maand dan? Oh ja. Ja. Wow. En we hebben het nog steeds volgehouden. Zijn we klaar voor de eerste vraag? Ja. Weet ja. We het zeker? Oké, goedie! Dit was de eerste vraag die ik had gescreenshot. Het is gelijk een goede inkomer. Wie is de beste in bed? En nu? Nu moeten we antwoorden. Ja, gewoon ook. Nou, ik weet van mezelf dat ik wel goed ben. Ja, ik weet van mezelf ook wel dat ik het kan. Ik heb ook wel eens gehoord dat ik goed ben. Maar ja, hoe ga ik zeggen dat jij goed in bed bent? Nou, heel raar gaan zeggen. Haal je cijfers er maar even bij. Ja. Ja. Nou, ik wil vertellen, ik heb nou een cijfer gehad. Ja? Ja. Wat dan? Een 8. Had je een 8 gekregen? Maar er is ruimte voor verbetering. Ja, maar dat is altijd. Je kan niet. Ik vind 8 wel goed hoor. Maar hoezo? Had je gewoon, ze zei gewoon tegen jou van, nou je krijgt echt wel een 8. Ja, ik zou moeder maar een bordje omhoog. Ik moet zeggen, ik vond dat ook heel bijzonder, maar ja. Ruben, het was een 8, fijne avond. Ik heb ook wel eens een keer een compliment gekregen. Van toen dat ze zei van, 7.6 of zo. Ja, ik vond het 4.5. In principe was ik van 5.5, als studenten voldoende. Wat zou jij zelf geven? Wel 9. Wauw. Dames, echt? Ja. Als jullie kijken, Willem is nog vrijgezel. Ja. En hij heeft een 9, heeft hij gekregen op zijn rapport. Ja. Op de basisschool. Van zichzelf. Op de basisschool. Oh. De volgende vraag. Wie is de grootste flirt? Ja, dat weet ik. Willem. Ik denk het ook niet, Willem. Nee, Willem is het liefst. Die geeft het meeste complimentjes. Ja, maar zie je dat denk ik ook. De beste ik weet niet of je per se de beste flirt bent. Ja, maar in de club laat ik dan, ga ik niet zelf in. Nee, ik ook niet. Oké, okay, dan ben ik het denk ik. Ja. Ik denk ook dat Ruben de grootste flirt is. Want jij bent altijd in de club, ben je altijd heel veel aan het praten. Ook omdat zeg maar, nou, jij organiseert feesten. Dus ook donderdag en vrijdag. Ik moet wel. Dus je bent ook wel een beetje aan het flirten. Je wordt er ook voor betaald. Ja. Maar jij bent inderdaad wel eerder dat hij, zeg maar, hij komt wel sneller in contact met andere meiden, weet je, dat die buiten de groep vallen, ofzo, die je al niet kent. Ja, en dan nemen wij het over. En wij nemen, zeg maar... Ik paas dan weer door natuurlijk. Nou ja, wat ik heb bijvoorbeeld als ik uitga ofzo, dan ben ik meer aan het chillen gewoon met mijn vrienden en een beetje gewoon gezellig aan het doen. Een beetje dronken worden. Maar ik ben niet zeg maar echt per se bezig met echt flirten ofzo. Het gebeurt eigenlijk pas als iemand op me afstapt. En als ik dan denk van, ah, dat is wel leuk. Dan pas ga ik een beetje... Ja, dat is goed, maar dus naar jou te komen. Ja, dat nee, ja, dat heb ik dus ook. Wij zijn een beetje passief daarin. Hmm. Misschien wel iets te passief. Ja. 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 Oké, okay. Dus wie is hier de grootste flirt? Ruben. Ja. Mooi. Volgende vraag. Waarom zijn jullie met z'n drietjes gaan wonen? Nou, ik kan het uitleggen. Ruben en ik willen sowieso samen wonen. Ja. Ja. Wij zijn al heel lang goede vrienden. Ja, oké. Okay. En wij waren naar iets op zoek en toen kwam dit op ons pad. Welk pad? Nou, dit. Nee, wij waren op zoek. Wij konden een appartement in, maar dat was 2 persoons. En dat was hier ook in het gebouw, maar dan een stuk lager. Maar toen... En dat was veel duurder toch dan? Ja. Nou, zeg maar, in verhouding was het duurder. Maar als je het zou delen, was het dus duurder met z'n tweeën dan dat je nu deelt met z'n drieën. Ja. En toen dacht ik weet niet, ik heb nog zo'n broertje thuis. Ja, en jij ging toch een beetje weg met Gio. Ik weet niet of ik mag zeggen. Er waren ons volgen. Nee, ja, dat klopt. Want ik weet nog wel, op een gegeven moment inderdaad, jullie zeiden toen van, er is nog, zou je mee willen doen in een appartement in Amsterdam? En toen ging ik nog zeg maar gewoon allemaal chill met Gio, had ik nog totaal geen plan om weg te gaan. Maar toen dacht ik, gewoon straks gaan de clubs weer open, ik neem dan gewoon de kleinste kamer, ik betaal gewoon een beetje om te slapen. En dan heb ik dus gewoon, in het weekend ga ik naar Amsterdam en dan
bij Gio dan bij je wel verbanden hoor. Ja, dat zou big flex. Ja. Nee, maar uiteindelijk, dat was het eerste idee, weet je, dat hadden we al besproken, maar toen uiteindelijk was het inderdaad gewoon, ja, dat weet u allemaal, gewoon met Gio en zo, met Jade. Maar toen dacht ik van, nou, ik ga sowieso weg daar, en toen heb ik uiteindelijk de grootste kamer opgeëist. Ja, niet opgeëist, hoor. Ja. Ik heb Willem gewoon niet dat geld betalen, hij heeft betaald, dus... Ik betaal zeg maar het meest en dan... betalen hun ook gewoon, ja, het wordt gewoon anders verdeeld, zeg maar. Want het is een beetje oneerlijk in mijn eigen badkamer en mijn grote slaapkamer, dus ik betaal dan ook. Maar in verhouding betaal je niet heel veel. Nee, ik valt uiteindelijk wel mee. En jullie ook, als jullie, zeg maar, als je vergelijkt met studenten in Amsterdam, hebben jullie echt een fucking chill huis vergeleken. En ook de prijs echt goed. Echt niet normaal. Ja, regelen we het even toch? Volgende vraag: wie is er single? Hand in de lucht! Hey! Single life forever! Zou jullie wel een vriendin willen? Ja, het ligt eraan. Ja, ik weet het ook niet. Maar soms, ik heb soms... Dat moet gebeuren of zo. Ja, maar ik heb wel periodes, zeg maar, dat je dan op een gegeven moment... Die thuis zit, die p***hand. Ja, precies. Serieus, toen ik een relatie had, toen was het fucking chill dat je gewoon met iemand bent en dan het gewoon lekker daar naartoe kan. En... Ja, alleen wat ik wel gemerkt heb, je wordt er heel comfortabel van. Ja, te comfortabel. Ja, het is makkelijker om gewoon even thuis te blijven, filmpje erin. Maar misschien ook wel leuk om te weten is dat jij hebt 7 jaar vriendin gehad. 7 jaar. Vanaf je 13e toch? Jij hebt een jaar vriendin gehad? Ik een jaar. En ik heb eigenlijk nooit een relatie gehad. Nee. Nee, maar we snappen ook wel waarom. Ja. Het is ook wel duidelijk waarom jij geen relatie gehad. Ja, ik zelf ook wel eigenlijk. Nee, maar ik heb zeg maar, mijn relatie is nu hoe lang al uit? Ik denk nu bijna een jaar of zo. Al bijna. Ja, maar toch heb ik, dat zei ik laatst ook tegen jou. Dat er soort van periodes zijn, jouw relatie ook een jaar uit inderdaad. Dat je soms periodes hebt dat je denkt van, oh, het is ook wel lekker, zeg maar, dat je niet, dat je gewoon een chick hebt ofzo. Gewoon ook wel chill. Vastigheid, ook vast. Ja, maar het is ook een soort van maatje ofzo. Ja, ook gewoon een maatje, maar moet je wel een goede vinden. Ja, zeldzaam. Mm-hmm. Ja, die ga je niet vinden in de club hoor. Het is moeilijk jongens, moeilijk. Hebben jullie veel irritaties naar elkaar nu jullie in hetzelfde appartement wonen? Zo ja, welke? Ik heb eerlijk gezegd niet echt... grote irritaties, maar ik denk dat ook per dag. Ik heb echt wel eens een keer een dag dat ik denk van, misschien heb ik dat, gewoon klein. Ik zat even na te denken, bijvoorbeeld als je, weet ik veel, als iemand zijn bordje laat staan, of, toen kom ik een keer terug. Zeg jij dat dan? Ik laat ook heel vaak mijn bord staan of shit in de keuken, maar vorige keer had ik de hele keuken opgeruimd, toen was jij weg. En toen kwam ik weer terug. En toen zag ik opeens je spullen in de keuken staan. Terwijl ik dacht van, hè, wie was het nou? Want iedereen is toch weg? Maar toen was jij even langs geweest. Even troep gemaakt. En toen had hij wel alles al opgeruimd. Dat zijn geen grote irritaties, maar gewoon de kleine puntjes ofzo. Ja. We hebben ook niet echt irritaties. Nee, het is meer dat je... Nee, trouwens echt niet. Nee, dus ik... Jullie laten dan wel op het aanrecht staan, maar... Ja... Het is niet dat ik me aan irriteer. Ja, maar weet je, als je een maand met elkaar samen woont, heb je die irritatie. Dat zou pas na 3, 4, 5, 6 maanden. Dan gaan we echt. Dat je een beetje dingen merkt, ja, dan wordt het irritant. Dan ga je ook geen video's meer zien met ons drie. Nee. Dan is het gewoon iets waar. Gaat Vincent weer uit huis? Nee, zie je nieuwe titel. Ik verlaat het huis. Wat is de reden dat wij ruzie hebben? Shocking! Ja, het is niet normaal. Ja. Nou goed, groei. Zo. Queen, you are almost around! Ik wil zeggen, geen irritaties, maar queen. Geen irritaties, gelukkig. Ja, volgende vraag. Yes. Wie zou er eerder een vriendin krijgen? Of als eerste een vriendin krijgen? Nou, 3, 2, 1. Doe even dat vingertje naar jezelf. Hij zit er wel weer terug. Maar hij wist niet iets gezond op wijze. Maar wil je wat zeggen erover? Nou, eigenlijk helemaal niet, nee. Poesje? Moeten wij het dan zeggen? Nee, zeg maar. Moeten wij dan zeggen? Nou kijk, Willem, je bent gewoon een hele lieve jongen. Ja. En ik denk dat jij eerder een vriendin zou krijgen, meer omdat je er per ongeluk in rolt. Dan dat je echt... Maar omdat ik zo lang een relatie heb gehad, zou ze nu wel heel goed moeten zijn, wil dat, zeg maar. Die had het dingetje ook. Nee. Die had een haakje ook. Maar dat doet het wel goed hoor. Nee, dat zou wel heel goed moeten zijn, wil ik er nu een relatie mee nemen. Ja, dat heb ik ook wel. Maar je bent wel een beetje de ideale schoonzoon natuurlijk, hè? Ja, dat is het vooral. Altijd leuk met die moeders. Ja, dat zijn mijn favorieten. Beetje netjes eruit zien. Dat zijn ze. Nee, ik weet het niet. Ik denk gewoon Willem. Zouden jullie een relatie kunnen nemen met tussen haakjes onbekende meiden? En wat is jullie type? Dus zouden wij, trouwens niet tussen haakjes, gewoon... onbekend, zo van onbekende meiden. Nee, alleen celebrity. Nee, ik ook nog. Alleen modellen die bekend zijn. Ik vind of alleen Chanel modellen of meiden die, wat is het, boven de 50k, anders is het echt...
Ja, je moet wel minimaal 10.000 volgers hebben hoor. Ja, dus dat moet je niet, kom je niet aankopen hoor. Sowieso een aanbodingvloot. Ja. nee, ik heb, nee, helemaal niet eigenlijk. Het is niet, ik ben helemaal niet. Ik heb het liever niet. Maar het kan wel, want zeg maar ook in de business zeg maar kom je wel... De business? Ja, in de YouTube, in de YouTube community zeg maar, of Insta, daar kom je echt wel mensen tegen. Maar dat zou leuk zijn, maar... Ik vind het ook prima om in het te maar dat heel onbekend. Je let daar niet op. Het is gewoon of het is leuk of het is niet ja, leuk. Ja, dat is inderdaad zo. Maar ja. Ik zou niet, het zou niet mijn voorkeur hebben om bekend iemand. Nee, ik denk ik ook misschien juist. Ik heb er helemaal niks mee. Echt helemaal niks mee. Maar ja, inderdaad, ik kijk echt niet van oh als je 100.000 volgers oh nou, dan ga ik nu wel echt zo doen. Nee, totaal niet. Nee. Dus jongens, jullie maken allemaal kans. En meiden. Of wat? Oh man. Nou, ja, ik bedoel, voor de video heb ik het altijd bekend gemaakt, jongens. ik zeg altijd, jongens, we gaan nu dit doen, maar ik bedoel natuurlijk meiden, jullie hebben dus allemaal kans. Want iedereen hier is hetero. Ja, ik weet het niet van jullie, maar... Ik ben een hond. Oh, nu weet je het niet van ons. Nee. Bijzonder. Maar goed, dus. Wie zou er eerder vreemd gaan? Peer. Staat Peer achter. Dat versterkt de vraag wel. Ja, dat vind ik ook wel hard. Wie zou het eerst vreemd gaan? Peer. Nou, in mijn vorige relatie had ik echt... ik had dan niet... ik had niet dat ik dacht van... Ik ben ook niet vreemd gegaan, maar ik had ook niet... ik had ook geen behoefte. Maar misschien was het ook omdat het geen corona was. Dat is het niet per se. Nee, maar kijk, jij bent dat ook. Als je ergens instapt, dan ben je gewoon loyaal. Ja, dat maar wel. Maar het zit een beetje in je, zeg maar. Ja, ik kan niet echt zeggen, ik heb nooit een relatie gehad, dus ik heb nooit ik ben wel loyaal, maar ik heb wel, als ik een relatie heb, ben ik loyaal, maar toen ik een relatie had, was het corona, dus ik weet ook niet, zeg maar, of er... Kijk, als je uitgaat, komen er natuurlijk wel heel veel gevaren op je pad. Ja. Nou ja. Nou, gevaren... Het is aantrekkelijk. Ja, een beetje donker bent of zo. Ja, dus maar... het is wel op die manier kans. Ja. Ook al sowieso de grootste boos doen. Dat denk ik ja, ook. En dat is altijd een excuus, maar... Je wordt wel wat loslippiger. Ja, absoluut. Maar goed, nee, ik zou het denk ik niet doen, man. Ik zou het überhaupt niet doen. En als het gebeurt, ik denk dat als het gebeurt, dat ik me ook echt kut zou voelen. Ja. Maar nou, wie zou het eerst vreemd gaan? Ik denk niemand. De bovenbuurman! Nou, dat denk ik wel. Volgende vraag. Wat willen jullie later nog bereiken? Nou jongens, wat een diepgaande vraag. Willem. Wat ik wil bereiken? Ja. Nou, ik wil heel graag de voetbalwereld in. Dus daar gewoon een baan achter schermen, dus in beleid of in management bij de transfers, gewoon zoiets. Waarom doe je dat niet? Wat een harde ja, boeien, ja, laat die haar. Oké. Maar de voetbalwereld, maar je wilt geen voetballer worden, maar inderdaad achter de schermen. Ja. Dus gewoon... Daarom doe ik ook sportkunde. Precies, dus een managementkant. Ja. Leuk. Ja. Wil jij? Nee, het gaat rijden, maar gewoon even af, toch? Ja, ik zou wat wil je later bereiken? Veel moeilijk. Nee, maar er zijn veel dingen die ik nog wel wil bereiken, denk ik. Gewoon, ja, maar je wil ook gewoon een gezin, een goede basis. Ja, dat, maar dat sowieso. Zeg maar dat is een beetje, dat spreekt voor zich. Ja, en het klinkt misschien stom, maar ja, ik ben best wel, ik hou gewoon van geld. Ik vind geld gewoon leuk. Dus ik zou wel heel graag financiële vrijheid willen. Mm-hmm. Dat wil ik echt wel bereiken. Mm-hmm. Maar dat niet op een manier van materialisme, maar gewoon dat je leuke dingen dat kan je, doen. Dat je je vrijheid hebt. Ja, dat je echt je vrijheid ervan hebt. En ik zou echt wel graag veel meer muziek willen maken en willen optreden en gewoon echt in die muziek willen zitten. Dus ik ben daar wel druk mee bezig. Ik ben veel in de studio aan het gaan met allemaal verschillende artiesten, producers, dus het gaat lekker. Doe even een kort fragmentje erin. Ik wil jou hier de hele nacht, zeg maar ben je morgen. Ja, ik vond het wel... Het is gewoon even leuk, even een beetje... Ja, ik weet niet wat je om gaat nemen, maar... Nee, ik gewoon dat met... ik onder de douche zing of jij. Ja, dat zo. Ja. Maar ook al met mijn fan van je. Ja, dankjewel. Nee, ik wil ook muziek maken. Dankjewel. Ik maak wel veel muziek, alleen ik weet gewoon nog niet zo goed wat ik ermee moet doen of hoe ik het moet uitleggen. Ik maak wel muziek trouwens, Ruben ook. Ja, Willem die zingt onder de douche. Ja. En Ruben die... Wij zijn huisartiesten, noem je dat. Ja, precies. Badkamerartiesten zelfs. Doucheartiesten, dat is hard hoor. Hele specifieke markt is dat. Maar ja, dat wil ik nog wel bereiken. Goeie doelgroep wel hoor. Gewoon optreden en zo, dat lijkt me hard. Maar goed. Ruben. Ja, wat ik heb? Ik Wat ik hè? Ja, dat heb ik in z'n moet je even prikken. Ja, dat laat ik niet op. Nee, maar even kijken wat ik wil bereiken. Nou, nu eerst even afstuderen. Dus nu de laatste half jaar ben ik afgestudeerd. En dan eigenlijk gewoon doorgaan met wat ik nu doe. Dus het organiseren van feesten.
social media marketing en hebben van webshops, dus spullen verkopen online. En eigenlijk ook zo snel mogelijk met mijn vader mee gaan werken in zijn bedrijf met kantoorinrichting. En daar eigenlijk in doorgroeien. Ja, jongens, daar zijn we weer. De camera was uitgevallen. Ja, dus, maar precies na mijn antwoord. Ja, jouw antwoord was voorbij en opeens bam, viel de camera uit. Ja. Maar Riedel, dat je mooie woorden, man. Ja, dankjewel, vriend. Dus het biertje is weer gebied. Kan je nog even herhalen wat je zei? Nee, gaan we niet doen. Nee, gaan we niet doen. Volgende vraag. Wie regelt er de meeste vrouwen op het moment? Nou, ik niet. Ik weet het antwoord. Nou, ik weet niet het antwoord. Het is een beetje tussen jullie. Maar ik denk het niet. Okay. Wie denk jij dat van ons dan het meeste vrouwen regelt? Ruben. Denk ook. Ja, misschien wel ja. Maar of het met succes is, dat weten we niet. Dat houden we eventjes in het midden. Dat houden we in het midden. Mooi. Wat doet Willem voor werk? Nou ja, Willem die... Architect, hij heeft gebouw gemaakt. Kijk, het statief zeg maar, het is een statief waar nu de camera op staat, dat gebruikt Willem voor zijn pornografische video's. Wil je er zelf wel over? Nee, mooi voor. Oké. Nee, wat doe je serieus voor werk? Ik werk in de sportschool. Volgende vraag! Thanks voor de interesse. Er is geen volgende vraag. Nou, jongens, wat? Kut, ik ga kort hem niet. Oh, hij stond nog aan. Verrassing! Als we dat nou niet door hadden. Leuk dat je kijkt. Niet boos van gisteren, toch? Hey, kijk trouwens. Rap komt binnenkort online. Hey! Hey, doe een bars over jou ook. Hey! Wanneer kom je weer een keer bij Ruben slapen? Niet. Dat waren de vragen, dus ik hoop dat jullie het leuk vonden, jongens. Nou, het was niet voor ons, toch? Want het was voor jullie, voor de kijkers. Ja, precies. Ja, ik heb nummers in. Ja, ik vind het ook wel leuk. Wij hebben hem goed zo, jongens. Maar dit is gewoon een gesprek die we normaal wel hebben, toch? Vonden jullie dit een leuke video? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren en dan spreken jullie later! Hey.